En leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga jullie weer een deel van mijn stash laten zien. En dit keer ga ik mijn wenkbrauwstash laten zien. Oftewel alle producten die ik heb voor mijn wenkbrauwen. Ik hoop dat je geen last hebt van het achtergrondgeluid. Want ik heb de ventilator aan staan. Het is nu super warm dat ik deze video opneem. Misschien kun je het wel zien aan mijn hoofd. Ik glim aan alle kanten. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja, mijn wenkbrauwstash, ik heb hier alles in zitten en ik ga gewoon even laten zien wat er in dit bakje zit. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke producten ik in mijn stash heb zitten voor mijn wenkbrauwen, zou ik zeker zeggen, kijk eventjes gezellig mee met deze video. Zoals altijd ga ik weer eventjes beginnen met een aantal producten die ik nog niet gereviewd heb, waar ik ook nog niks over kan zeggen dus. Allereerst heb ik hier de Style Your Brows. Dit zijn wenkbrauwstencils. En nou, hier zitten, deze zijn van Essence. En hier zitten, ik zal ze even allemaal uithalen. Vormen in voor je wenkbrauwen. Allereerst de roze. Dit zijn voor smalle wenkbrauwen. Dan heb ik de blauwe. En dit zijn regular. En als laatste voor vol. Dus hier zitten 3 setjes in waarmee je wenkbrauwen kunt stylen. Ik heb dit nog nooit geprobeerd en ik ben wel benieuwd of dat het wat doet. Ik moet zeggen, ik zou wel wat meer vorm willen in mijn wenkbrauwen. Maar om daar nou zelf aan te gaan zitten knippen en trekken vind ik altijd een beetje eng. Dus ik moet eventjes daarmee kijken. Maar dit is op zich wel een handig tooltje voor als je wat meer model in je wenkbrauwen wilt hebben. Dan heb ik van Essence ook een Eyebrow Pomade Pencil. Dit is een waterproof. Superlath 24 Hour. Dat is dit potlood. Ik heb deze in de kleur 030 Dark Brown. En dat is gewoon een potloodje die je gewoon omhoog kunt draaien. Waarmee je je wenkbrauwen kunt vullen. Aan de achterkant zit ook een klein... Nou, hij laat een beetje los. Zit een klein... kwastje, dingetje, waarmee je ze dus ook een beetje in de kleur er meer in kunt blenden. Dan kun je dit ook gewoon prima met een spoelie doen. Maar dat is dit potlood. En het laatste product wat ik nog niet heb gereviewd, wat ik nog wil testen, is de Vibrant Shock Lash and Brow Gel Mascara van Essence. En dit is een mascara die kun je dus voor je wenkbrauwen en ook voor je wimpers gebruiken. Ik heb deze in de kleur 01 Go Berry. Het is een beetje een roze-achtig, roodachtig kleurtje. Dus of dit echt heel erg mooi gaat zijn op de wenkbrauwen. Ik heb werkelijk waar geen idee. Maar ik ga het gewoon proberen. Misschien is het wel leuk. Gewoon voor een keertje. Dan ga ik even door naar dit product. En dit is een... wenkbrauwpoeder in de kleur Dark Brown. Deze heb ik echt al heel erg lang. Deze zit in mijn... dagelijkse stash. En die ziet er zo uit. Het kleurtje past heel erg goed bij mij. Ik heb hem echt al heel erg lang. Gaat echt al jaren mee. Er zit best wel veel in. Dus ja, ik vind dit een heel fijn product die dus in mijn dagelijkse stash zit. Dan heb ik van Essence How to Make Brows Wow Makeup Box. Dat is dit boxje. En die heeft ook een heel erg leuk spiegeltje. En dan zit hier aan de zijkant zit ook een kaartje met styling tips voor de wenkbrauwen. Omdat er meerdere producten in zitten. Er zit een heel klein pincetje in en ook een klein dubbelzijdig applicatortje. Daarnaast heb je een Lift Me Up, dus dat is een soort highlighter. En 3 kleuren poeder. Dus eigenlijk past bij elke wenkbrauw wel een kleurtje. Dus dat is ook wel fijn dat je die poeder erbij hebt. De tooltjes zelf gebruik ik nooit. Want ik gebruik er altijd andere producten voor die ik fijner vind. Maar dat is dus dit boxje. Dan heb ik van een limited editie van Essence. De Glitter in the Air Eyebrow Pomade Pen. In 01 Make Your Brow Wow. Dat is dus zo'n pen. En daarmee kun je je wenkbrauwen inkleuren. Nou moet ik zeggen dat deze kleur een beetje te licht is voor mij. En hij is best wel romig. Maar hier zou je ook je wenkbrauwen prima mee in kunnen kleuren. Dus dat is ja, deze pomade pen.
Dan heb ik van de Little Brow Monsters. Dat was ook een trendeditie van Essence. Een eyebrow pen. Deze is in de kleur 03 Little Miss Dark. Dat is dit product. En dat werkt. Hè? Trek je even gewoon het hele. Ik krijg hem niet eens open. Ik moest draaien. Heel slim. Dat is dus eigenlijk, je hebt een sponsje. Daar zit de poeder op en dan zit de poeder in dit dekseltje. Ik vond dit niet een heel groot succes, moet ik heel eerlijk zeggen. Want je zag de kleur niet heel goed. Maar ik laat altijd producten wel in mijn stash zitten. Dus dat is deze eyebrow pen. Dan heb ik ook een wenkbrauwpotlood van de HEMA in kleur 01. Aan de achterkant zit een kleine spoelie. Dit is de kleur. Hij is nu denk ik wat te licht voor mij. Ik heb deze ook wel echt super lang. En volgens mij is dit een van de producten waar ik ooit mee ben begonnen voor de wenkbrauwen. Dus dat potloodje. Dan heb ik van de. Deze komt ook uit de trendeditie Little Brow Monsters van Essence. Dit is een eyebrow lifter. En die kun je dus. Dat is dus een soort pen die je onder de wenkbrauwen kunt aanbrengen. Waardoor je ook een soort highlight effect krijgt. Waardoor je de wenkbrauw net wat strakker kunt trekken. Dus deze heeft de naam 02 Lift 'em Up in Rosy. Dus deze heeft een soort van roze gloed, zeg maar. Ook uit die Little Eyebrow Monsters heb ik eyebrow pencils. Dit is eigenlijk stencils. Zei ik nou pencils? Ik bedoel stencils. Dit is eigenlijk een beetje hetzelfde idee als wat ik je net liet zien. Deze zijn losverpakt. Bij dat andere setje. Maar dit is dan voor. Oh, dit zit allemaal zo lekker op elkaar geplakt. En helemaal met die warmte natuurlijk. Voor bol wenkbrauwen is deze. Dan is deze voor drama wenkbrauwen. En dan heb ik er ook nog eentje. Deze is voor natural wenkbrauwen. En dat is dit kleurtje. Sorry, ik moest even niezen. Dus dat zijn deze stencils. En ik vind dan toch de naturel vind ik zelf het mooiste. Ja, zoals ik al zei, ik vind het wel een beetje eng om er zelf in te gaan knippen en te doen. Maar ze zijn er in ieder geval wel. Dus ja, het is wel fijn. Deze is dan wel uit een trendeditie. Dus deze zal niet meer verkrijgbaar zijn. Maar het zijn wel fijne producten. Of fijne tools dat ze bestaan, zeg maar. Ik zal ze gelijk even netjes terugsteken, want hey. Anders blijft hier alles zo slingeren en met katten is dat niet zo heel erg prettig. Maar ik vind het ook wel leuk, want deze die ik net liet zien, die zit dus in het vaste assortiment. En dit was een trendeditie, dus niet meer te koop. Dan heb ik ook een wenkbrauw stylist set van Essence. Deze heb ik in een 02 Natural Blonde. Dat is dit setje. Het verpakkingje is niet zo heel erg handig, want je moet hem er echt daadwerkelijk uithalen. En dan heb je twee kleurtjes en dan ook een klein penseeltje. Maar zoals ik al eerder zei, ik gebruik dat nooit. Ik ga dan altijd voor de donkere kleur, omdat die toch wat beter bij mijn wenkbrauwen past. En oh! Kijk eens, hier zitten ook nog stencils bij, zie ik nu. Je hebt drie vormen voor de regular brow, de small brow en een high brow. Dus die zitten dan zeg maar ook nog erbij. Vraag je je af, goh, heb je het setje wel eens gebruikt? Hier binnenin zit een kleine tutorial. Ik heb het setje zeker gebruikt, maar meestal haal ik de poeder eruit en ja. Ik was gewoon even vergeten dat er ook eyebrow stencils bij zitten. Maar dat is natuurlijk wel een extraatje wat je dan weer krijgt bij dit setje. Dan heb ik een wenkbrauw setje van Max & More. Dat is deze. Staat hier ook nog een kleur op? Nee, volgens mij niet. Oh ja, ik heb hem in de light. En hierbij heb je dus gewoon twee kleuren. Allereerst een mini spoelie en een klein
penseeltje om je wenkbrauwen, om de poeder ermee aan te brengen. Dan heb je lichte en de donkere kleur. Uiteraard ga ik altijd voor de donkere kleur, dat die beter aansluit. Maar ik vond het ook heel erg leuk dat Action dat toen kreeg. Want dit is gewoon een setje van de Action. Dan heb ik ook een eyebrow lifter en filler van Fashion Professional. Deze komt dus ook van de Action. Hier heb je het potlood om te vullen. Waar ook een puntenslijpertje aan zit. Ik heb hem in de kleur Dark. En hier heb je dan de lifter. Dat is ook vaak wel leuk als je gewoon 2-in-1 producten hebt. Zo hoef je eigenlijk zelf al geen highlighter onder je wenkbrauwen aan te brengen. Dus dat is dit potlood. Dan heb ik een heel smal potloodje van Catrice, zou ik zeggen. Maar ik liet hem vallen. Ik vermoed dat deze ook uit een Trend Limited Edition komt. Limited editie komt. Deze komt uit de Contorious Limited Editie. Heeft de naam C01 Precious Ash. Het uitspreken vind ik altijd lastig. Een kammetje om het door te kammen. En hier is het potloodje. Het is wel een heel dun potloodje. Dus je moet er wel van houden om het zo aan te brengen. Maar het is op zich een prima kleurtje. Ik merk dat ik heel erg last heb van de hooikoorts. Dus vandaar dat ik ook zo wat niet spin. Dus dat is dit potloodje. Dan uiteraard het welbekende eyebrow setje van Catrice. Ook favoriet bij mij. En dit is een setje met een spiegeltje en 2 kleuren. Uiteraard ga ik dan altijd weer voor de donkere kleur. En dat is heel erg leuk aan de zijkant. Er zit een soort verborgen vakje. En er zit nog een klein pincetje in. En een heel klein applicatortje, dubbelzijdig. Met aan de ene kant een spoelie. En aan de andere kant een gedeelte om de poeder mee aan te brengen. Maar het is wel heel klein. Maar het is wel leuk dat het erbij zit. En dit setje is denk ik bekend bij menig YouTuber of beauty liefhebber. Dan heb ik van Catrice een brow lifter en highlighter. En deze heeft verder geen naam. Maar je hebt een lifter. Dus deze zou je onder de wenkbrauwen kunnen aanbrengen. Maar tegelijkertijd kun je ook die highlighter er dan nog overheen aanbrengen. Want deze heeft dan een glittertje. Die lifter die is gewoon echt mat. Dus dat is ook wel heel erg fijn. Vooral als je bijvoorbeeld het wel fijn vindt om je wenkbrauwen te doen. Maar verder niet echt van plan bent om wat aan de ogen te doen. Dan is zo'n potlood altijd heel erg prettig om te gebruiken. Oh, dan heb ik ook nog een lash powder. Maar die hoort eigenlijk niet bij de wenkbrauwen. Maar hiermee zou je meer volume kunnen creëren in je wenkbrauwen of in je wimpers. Maar die hoort eigenlijk bij de mascara. Maar die ligt dus hierin, omdat mijn mascara bakje te vol is. Dan heb ik van Catrice de Brow Hero 2-in-1 Brow Pomade en Camouflage Waterproof. Ik heb hem in de kleur 010 Zojiji. Dat is dit potje. Het is een heel romig textuurtje. Je hebt hier de kleur en dan heb je een, het is eigenlijk een soort concealer die je eronder aan kunt brengen door de boel strak te trekken. De kleur past heel erg goed bij mijn wenkbrauwen en ik moet ook zeggen dat ik dit echt oprecht ook een heel fijn product vind. Vaak ben ik meer van de poeders, maar dit vond ik echt, omdat het een creamy product is, vond ik deze toch wel heel erg fijn, moet ik zeggen. Dan heb ik nog een product uit die Little Brow Monsters. En dit is een eyebrow en highlighter kitje. Dat doet je misschien denken aan die kitjes van Catrice. Die hebben er ook schaduw van. Want dit is ook een beetje een baked effect. Deze heeft de naam 02 Little Miss Bold. En je hebt dus 2 kleuren wenkbrauwpoeder. En dan is dit de highlighter. En zoals je heel goed kunt zien is het baked omdat het bol staat. Dus deze gaf ook best wel veel pigment. Hier was ik ook oprecht wel heel erg blij mee. Dus dat is dit setje. Oh, uit die Lidl Eyebrow Monsters heb ik ook nog een Eyebrow Fixing Gel. Dat is gewoon zo'n verpakking. Heeft de naam 01 Hold Them In Place. Transparant kun je gewoon aanbrengen als je je wenkbrauwen net hebt gedaan om het te zetten, zeg maar, om je wenkbrauwen op de vorm ook op zijn plek te houden, doordat alles netjes blijft. Dus dat is dit product.
Heeft overigens een gewone applicator. Kan ik wel even laten zien. Kijk, gewoon zo'n applicatortje. Ruikt wel sterk, moet ik zeggen. De geur drinkt mijn neus in. Geeft niet. Dan heb ik nog een eyebrow lifter. Ja, ik heb heel veel van die lifters. Deze is van Catrice. Volgens mij ook al lang niet meer verkrijgbaar. Maar dit is ook weer gewoon zo'n potlood, zeg maar. Die je eronder kan aanbrengen. Sommige producten zijn ook al best wel wat ouder, hoor, die hierin zitten. Dus, ja. Nou ja, dan heb ik de brouwmarker van Essence. En ik heb, dit is een semi-permanent brouwmarker. En ik heb deze in de kleur 20 Brownie. En dat is dus echt letterlijk een marker. Als je vaak mijn video's kunt zien, heb je al kunnen zien dat hij in de velvideo's zat. Want hij kleurt niet echt heel goed in. En hij is ook niet semi-permanent. Want ik zag het na het douchen nog wel een beetje zitten. Maar het was niet dat het nog super donker was als hoe ik hem had gekregen, zeg maar. Dus ik vond dit ook een beetje eng om deze te gebruiken. Maar dat heb ik natuurlijk uitgelegd. Dan heb ik van Essence een Eyebrow Gel Color and Shape. Dat is dit product in de kleur 01 Brown. Volgens mij hadden ze toen maar één kleur. En volgens mij inmiddels zijn er meerdere kleuren, maar dat weet ik niet. Dit is een wat stugger product. Ik vond dit ook niet echt super fijn, want het was heel moeilijk om op je kwastje te krijgen. Niet zo creamy als die Brow Hero van Catrice. Dat vond ik best wel een beetje jammer. Maar ik vond het wel leuk om dit te proberen. Dus dat is deze. Dan heb ik van Maybelline de Brow Drama in de kleur Dark Brown. Die is een Sculpting Brow Mascara. Dat is deze. Deze is oprecht echt heel erg fijn. Deze heeft een soort bolletje van haasjes. En hiermee kun je heel fijn dit aanbrengen. Ik gebruik het dan vaak ook wel gewoon echt als shaper. Dus niet om het echt helemaal in te vullen. Maar omdat het ook een bruin mascara is. En deze heeft dan een kleurtje. Sluit heel goed aan bij mijn wenkbrauw. Dus dat is deze. Dan heb ik van Catrice een brouwpalet. En dit is het Matte en Glow Powder en Wax paletten. Ik heb deze in de kleur 010. Nou, flashlights. Ik denk niet dat het heel goed overkomt. Nou, je hebt allereerst twee kleurtjes. Dit is een mat kleurtje en hier zit een glittertje in. En het laatste is een wax. Nou, wax gebruik ik eigenlijk nooit. Vind ik een beetje troep. Vind ik in mijn haren al niks. En op mijn wenkbrauwen ook niet. Maar de poeders die zijn wel heel fijn. En zelfs die glitter die vind ik heel erg mooi. Want hij glittert niet heel erg opvallend. Er zit gewoon een heel klein glittertje in. Waardoor ik hem wel mooi vind om te gebruiken. Dat het niet is van wat heb jij er op je wenkbrauwen gesmeerd. Dus dit is op zich ook wel een keertje om aan te raden. Dan heb ik van Catrice de Eyebrow Filler Perfecting and Shaping Gel. Dit is dus gewoon echt puur om je wenkbrauwen ook op te vullen. Ik gebruik hem dan ook wel weer vaak gewoon echt als shaping gel. Heeft ook zo'n applicator. Hier zit dus ook kleur in. Ik heb hem ook in de... Staat er eigenlijk een kleur op? Dat is een hele goede vraag. Dat ga ik even nakijken. Nee, hier staat geen kleur op. Maar dit vind ik echt een fijn product die ik ook nog regelmatig gewoon pak. Echt een aanrader ook wel. Maar ik weet niet of die nog verkrijgbaar is. Want door het wisselen van assortiment is dat heel lastig. En ik heb hem best wel lang al. Oh, dan heb ik ook nog een Little Eyebrow Monsters Eyebrow Treatment van Essence. En dan moet ik even heel goed kijken. Heet de naam 01 No Trick Just Treat. Oh ja, dit is een treatment die verrijkt het met olie, zeg maar. En deze kun je dus aanbrengen om je wenkbrauwen een beetje ja, een soort rust te geven. Dus het lijkt meer een soort van maskertje wat je normaal op je gezicht zou smeren om beschreven te zijn. Dat heb ik een beetje het idee bij deze. Alleen dit kan natuurlijk geen masker zijn, omdat je dan je wenkbrauwen eruit trekt. Maar dit is wel fijn om je wenkbrauwen lekker rust te geven. Is ook aan te raden om op te smeren, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Nou ja, ik moet dan niks om mijn gezicht hebben, behalve een nachtcrempje. Maar oké, dat zou je best wel kunnen doen. Dan heb ik van Catrice een Fixing Brow Wax. Ik heb deze in de 020 Nothing Else Matter. Dit is dus in een stickvorm een wax. Maar zoals ik al zei, ben ik niet zo heel erg fan van wax. Dus gebruik ik dit te weinig. Maar ja,
ook om je wenkbrauwen op zijn plek te houden en ook wel om kleur te geven. Maar vaak vind ik de kleur dan toch net te licht of niet helemaal goed vullend. Dan heb ik de Make Me Brow Jumbo Eyebrow Pencil van Essence in de kleur 20 Brunette. Pencil was ik ook niet heel erg super duper tevreden over, want ik merk toch vaak dat ik zo'n potlood te hard vind en dat ik te veel druk moet zetten om echt alle plekjes te vullen. Dus dat doe ik dan vaak ook niet. Dan heb ik van Catrice de Eyebrow Stylist. Dit vind ik oprecht een heel fijn product. Ik heb hem in de 030 Brown Eyed Peace. Spoelie aan de achterkant. En dit is dan de kleur. En dit vond ik dan wel een heel fijn potlood. Het is oprecht een van de eerste potloden die ik echt wel fijn vond. Dus dat is deze. Dan heb ik een eyebrow gel van de HEMA. Deze was toen de tijd nog maar in één kleur verkrijgbaar. Er staat ook geen kleur op, maar dat is deze. Die heb ik ook echt heel veel gebruikt voordat ik ook andere eyebrow gels kreeg. Maar dit is ook wel een fijne. Er zit niet zo heel veel meer in volgens mij, hij is bijna op. Ik heb een eyebrow designer van Essence. In de kleur... Heb jij een kleur? Ja. 04 blond. Deze heb ik dan wel weer in blond. Om wat dichte plekjes op te vullen, prima. Maar ik blijf bij de poeders. Dan heb ik van Essence ook een Lash & Brow Gel Mascara. Dat is deze transparante. Ook gewoon om te zetten. Dan heb ik van Catrice uit een limited editie de Pulse of Prism. De Brow Pomade Stick. Dat was de zo'n stick. En dan kon je ook je wenkbrauwen mee invullen. Heeft volgens mij verder geen... Nee, volgens mij was deze gewoon in één kleur verkrijgbaar. Dus staat verder... Oh jawel. C01 Elegant Prisma. Nou, je weet dus nog niet, maar het is een bruin kleurtje. Voor mij paste die goed bij de wenkbrauwen. Dan heb ik van die Lidl Eyebrow Monsters Eyebrow Mascara nog van Essence. Dat is ook gewoon om te zetten. Heel donker. Wel heel passend bij mijn wenkbrauwen. Deze heeft de naam 02 Best Nose Better. Dus dat. Dan heb ik van de Blossoms of Dream van Essence. Dat was ook een trend editie. Een Liquid Eyebrow Lifter. Dat is dus een lifter die... is meer een highlighter. Maar die is wel heel erg mooi onder je wenkbrauwen. Om, als je hem echt gewoon mooi aanzet, is dat echt heel erg mooi. Geeft een make-up effect. Nou ja, dat hebben die lifters vaak. Ik vind letterlijk een marker tussen mijn wenkbrauwspullen, maar ik was hem wel kwijt. Dus nu heb ik hem wel gevonden. Maar hij hoort niet bij de wenkbrauwen. Bijzonder. Dan heb ik ook nog een Lash Brow Designer van Catrice. En dit is ook een transparante. Soms vind ik transparant ook wel mooi. Vaak kies ik toch wel voor kleur. Daar ben ik wel heel eerlijk in. Dan heb ik van de Lights of Orient trend editie ook een eyebrow shaper. Ook een potlood die je omhoog kunt draaien. Ik heb wel veel potloodjes eigenlijk. En aan de achterkant zit dan ook een... Ja, dit is meer een soort van sponsje. Dat vind ik niet echt geweldig, maar oké. Het extraatje is leuk. We mogen een gegeven paar niet in de bek kijken, zeg ik dan maar. Deze heet de naam 01 Sunkist Beauty. Zo is die. Dan heb ik een eyebrow pencil van Max & More. Diep bruin. Dat is deze kleur. Een diep bruin kleurtje. Bruin kleurtje. Spoelie aan de achterkant. Verder niet veel over te vertellen eigenlijk. Oh ja, dit is ook zoiets bijzonders. Dit is de eyebrow tricker uit de Me & My Umbrella collectie van Essence. Heeft deze nog een naam? Nee, volgens mij niet. Hij is naamloos. Oh jawel, 02 Walking on the Rainbow. Nou, als dat is even kom. Lopen onder de... En dit is zo'n product, was ook niet echt een toppertje. En er zitten balletjes bovenin. Kijk. Maar, dat is dus deze. Dan heb ik nog een Long Lasting Brow Definer van Catrice. In de kleur 030 Chocolate Brownie.
Dit is een heel dun penseeltje. Hier kun je wel heel precies mee werken. Dat vind ik op zich wel heel erg fijn. Je moet hem wel even goed op zijn kop houden dat het product goed in het dingetje loopt. Maar wel heel erg prettig. Omdat je er heel precies mee kunt werken. Dan heb ik nog zo'n Jumbo Highlighter Pen van de Week op Spring Collectie. Was een trendeditie in 01 My Sweet Spring Melody. Inmiddels word je mee doodgegooid in mijn video met dit soort potloden. Maar hey, het kan gewoon. Dan heb ik ook de Big Bright Eyes Highlighted Nudes in 01 Highlighted Nudes. Wederom weer zo'n potlood. Niet bijzonder. Maar goed. Dan heb ik nog een Make Me Brow Duo Eyebrow Powder van Essence. En dat is de 02 Mixing Brunette. Dat is deze. Deze heeft ook twee kleurtjes. Kies ik dan ook weer voor de donkere kleur. Die heb je later nog kunnen zien in een make-up video van mij. En ik ga dan toch altijd voor het donkere kleurtje. Al dat moet ik zeggen, die lichte kleur die kan op zich ook prima. En daarbij heb ik ook nog een Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. En deze geeft dan wel een kleurtje. Deze is in de kleur 02 Brownie Brows. En heeft gewoon ook... Dit is een vrij dun applicatortje, moet ik zeggen. Maar op zich kan het prima. Zijn we er bijna doorheen? Ik heb hier nog een eyebrow contouring palette. Deze is van Catrice. In de 020 But First Hot Coffee. Heeft ook een tutorial. Maar volgens mij kun je deze ook voor je ogen gebruiken. Maar ik gebruik hem dan toch voor de wenkbrauwen. Verschillende kleurtjes. Highlighter. Lichter kleurtje. Maar ik heb er nog nooit een ooglook mee gemaakt. Moet ik heel eerlijk zeggen. Alleen voor de wenkbrauwen gebruikt. Dan ben ik toe aan het allerlaatste setje. Het is echt wel grappig, want ik heb deze ooit gekocht als backup voor mijn voor deze. Maar die ging dus toch iets langer mee. Dus deze zit al heel erg lang in mijn stash. En dat is een oude eyebrow kitje van de HEMA. Dat is de 02 Taupe. Taupe. Dat is deze. En hierin. Oké. Ga ik het eruit krijgen? Nee. Nou, in het dekseltje zitten ook weer stenseltjes. Dan is dit het kleurtje. Deze is wel iets lichter als die ik had. Maar volgens mij kan deze ook prima. En hier zit dan ook een heel klein applicatortje bij waar ik niks mee doe. Dus dat is eigenlijk mijn nieuwe vervanger voor als deze dus opgaat. Dat is dit setje van de HEMA. Dan waren dit alweer al mijn wenkbrauwproducten. Ik ben er wel wat sneller doorheen gegaan. Omdat ik, ja, ik kan er ook niet zo heel veel over vertellen. Het is gewoon meer dat jullie gewoon echt even kunnen zien van oké, wat zit er allemaal in. Zoals ik al zei, heel veel zal ook wel niet meer verkrijgbaar zijn. Omdat ik het al best wel lang heb. Maar zolang het werkt, werkt het voor mij. Dus nou ja, goed. Ik vond het op zich wel leuk om even te laten zien. Want ik ga dan ook weer even door de producten heen. Dan kom je toch vaak weer producten tegen waarvan je even niet meer wist dat je ze had. Dus dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Als je ook even op het belletje drukt, krijg je ook een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En hoef je niks meer te missen. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!